De geboortedatum van het kind is vastgesteld op 18 juni. Gisteren dus, de dag waarop het babytje werd gevonden in een plantsoen in Maasnieuw. Wanneer de jongen precies is geboren is niet met zekerheid vast te stellen. De baby heeft nog geen naam, maar als het wel zover is, komt hij niet naar buiten. Die naam wordt bepaald en die zal ook niet openbaar worden gemaakt. Dus er zal gekozen worden, er is gekozen voor de volstrekte anonimiteit van het kind. Er zal ook geen bekendmaking komen van de pleegouders, nog waar het kind naartoe gaat. Dus als het kind het ziekenhuis verlaat, gaat het de volstrekte anonimiteit in om een zo fris mogelijk start te geven. Het pleeggezin is volgens Rubicon Jeugdzorg een familie uit Midden-Limburg met ervaring in het opvangen van baby's. Wanneer het kind uit het ziekenhuis komt is nog niet duidelijk. Op het betreffende kruispunt in Maasnieuw leek het vandaag alsof er niets is gebeurd. De politie heeft op deze plek een onderzoek gedaan. Vanochtend, precies 24 uur nadat het babytje is gevonden. Op hetzelfde tijdstip dus, om te kijken of er mensen waren die iets hebben gezien een dag ervoor. En via de tiplijn zijn inmiddels een tiental tips binnengekomen, maar die hebben nog niet geleid tot de vondst van de moeder. De verantwoordelijkheid voor het kind is in die tijd in handen van de Raad voor de Kinderbescherming. Zij zullen na 3 maanden een advies geven aan de rechter over hoe het verder moet. De kinderbescherming hoopt dat de moeder zich zo snel mogelijk meldt. Onze ervaring is dat de kinderen die te vondeling worden gelegd heel vaak toch in een panieksituatie voor de betreffende ouder in een soort wanhoopstaat zo te vondeling worden gelegd. En dat als je daar dus op een later moment goed over in gesprek kunt gaan en goed kunt bekijken welke mogelijkheden er eventueel wel zijn, dat daar nog veel meer mogelijk is dan wat op dat moment gevoeld wordt door de moeder. Op het ten vondeling leggen van je eigen baby staat een gevangenisstraf, maar volgens de Raad voor de Kinderbescherming is zo'n straf al tientallen jaren niet meer opgelegd.